Goedemiddag allemaal. Bedankt voor de introductie. Mijn presentatie zal gaan over organen op een chip. Meestal denken de mensen aan een chip, zoiets als dit. En daar zijn bij stroom eigenlijk elektronen om verschillende elementen aan te sturen. Maar wat nou als je die koperen paadjes die je hier overal ziet lopen, zou vervangen door microkanaaltjes en daar dan vloeistof door laten lopen. Die vloeistof die kun je dan cellen instoppen en van een bepaalde concentratie. En vervolgens kunnen die cellen zich dan afzetten tegen de wand. En op die manier kun je bijvoorbeeld kunstmatig een bloedvat ontwikkelen. Wat ze bijvoorbeeld in dit onderzoek gedaan hebben. Ook binnen de groep Lab on a Chip waar ik ook werkzaam ben. Een ander idee waar ze mee bezig zijn, en daar zijn ze ook al best een heel eind verder mee. En dat is best wel heel erg mooi, is wat nou als je er geen kunstmatig bloedvat van maakt. Maar in deze kleine kamertjes hier, wat nou als je daar verschillende weefsels op stelt. Dus bijvoorbeeld van een lever of van een long. Op die manier kun je dus een stukje longweefsel of leverweefsel opkweken. En kijken hoe het bijvoorbeeld reageert op bepaalde stoffen. Stel je voor je hebt een leveraandoening. En je stopt ziek leverweefsel in een van deze ruimtetjes. En je laat er vervolgens een oplossing met medicijn langstromen. Dan kun je zien of dat medicijn daadwerkelijk werkt. Of dat je een allergische reactie krijgt of wat dan ook. Dus wat je hiermee kan doen is op een hele goedkope en simpele manier eigenlijk gewoon medicatie bijvoorbeeld testen. En het op die manier dus ook overbodig maken van proefdieren. Want die heb je dan niet meer nodig. Een ander project wat ze gedaan hebben is bijvoorbeeld weer een bloedvat maken. Maar hier zie je dan een vernauwing. Wat bijvoorbeeld ook bij een vernauwing in een kransslagader kan bijvoorbeeld leiden tot een hartinfarct. Wat we hebben ontdekt is als de bloed langs die kant stroomt, is dat net na die vernauwing, bijvoorbeeld door aderverkalking of iets, kan dan een bloedprop ontstaan. Op het moment dat dat in je hoofd komt of in je hart of in je longen, dan kan dat dodelijk zijn. Normaal gesproken zouden ze dus muizenvet mesten om ze maar aderverkalking te laten krijgen. En vervolgens dus ontdekken hoe dat gaat. Maar dat is nou dus niet meer nodig. Je hebt dus geen proefdieren meer nodig door dingen na te bootsen op chipniveau. Een ander ding waar ze op dit moment proefdieren voor gebruiken, is het opkweken van antilichamen. En dat is meer mijn tak van sport. Wat zijn antilichamen eigenlijk? Normaal gesproken, als je ziek wordt, dan heb je een bacterie in je lichaam en dan komt er zo'n wit bloedlichaampje langs en die eet hem op. Maar die witte bloedlichaampjes die zijn eigenlijk blind. Dus is er een andere cel in je lichaam die bacterie ook herkent, die gaat vervolgens antilichamen produceren. Dat zijn eigenlijk een soort vlaggenstokken. Het ziet er een beetje uit als een Griekse ei, maar dan op z'n kop. En die vlaggenstokken die hechten aan die bacterie en vervolgens kan het witte bloedlichaampje die bacterie zien en opeten en kan je dus beter worden. Waar hebben die antilichamen dus nodig? Dat is voor onderzoek in het ziekenhuis, om bepaalde bloedtesten te doen, zoals diagnostische testen inderdaad, en ziektebestrijding. Hoe worden die dingen nu gevangen? Eigenlijk maak je dus die muis, die maak je ziek. Daardoor gaat die muis B-cellen produceren, die dus daarna die antilichamen produceren. En die verzamelen zich dan in de milt. Dus dan maak je die muis dood, haal de milt eruit en op die manier kun je die B-cellen eruit halen. Die B-cellen leven in je lichaam al kort. Laat staan als je ze in een kweek bewaart. Dus wat wil je eigenlijk gaan proberen is die B-cellen combineren met myelomacellen. Myelomacellen is eigenlijk gewoon een verkankerde variant van die B-cellen. Wat gebeurt er nu? Als je deze twee kruist, dan krijg je een hybridoma. Dat is eigenlijk gewoon een combinatie van die twee cellen. Dat is dus een cel die antilichaam produceert. En heel veel deelt. Dus die is makkelijk in een kweek te bewaren. En op die manier kun je eigenlijk een soort antilichaamfabriek maken. Dus heb je geen proefdieren meer nodig. Want je kunt op deze manier kun je gewoon hybridomen in een kweek bewaren. En op die manier gewoon iedere keer de antilichamen aftappen. En op die manier kun je dus de prijs van antilichamen heel erg drukken. Want die zijn op dit moment hartstikke duur. Hoe gebeurt dat? Hier zie je het. Op het moment dat je een functionele hybridome hebt, dan wordt in een kweek bewaard en geïsoleerd en dan kun je daarna die antilichamen aftappen. De belangrijke stap is dus, hoe kom je van twee verschillende cellen naar die hybridomen toe? Het kan op een aantal manieren, dat is chemisch, het kan door middel van virussen, maar het kan ook door middel van elektrofusie. Chemisch is niet altijd best voor de cellen, virussen is gevaarlijk en elektrofusie, dat zou dan het beste zijn, want dat is makkelijk.
Nou, hoe werkt dat op dit moment? Je ziet het hier wel gebeuren. Ze hebben een elektrisch veld. Stellen ze over een bak met cellen. En alle cellen alignen zich op de veldlijnen van het elektrisch veld. Vervolgens, als ze allemaal naast elkaar liggen, geven ze een schok. Daardoor worden de celmembranen korte tijd poreus. En plakken de cellen eigenlijk aan elkaar. Maar je ziet al hoe dat hier in het plaatje eruit ziet. Dat gebeurt totaal willekeurig. Hier zie je dus een ander plaatje ervan. Dus dat hier zie je bijvoorbeeld twee cellen die aan elkaar geplakt zijn. En daar en daar. Maar ja, het gebeurt totaal willekeurig. Dus het kan maar zo zijn dat er twee B-cellen naast elkaar zitten. Of twee myelomencellen. Dus ja, dat is gewoon een heel laag rendement. Ik geloof iets van 0,1% is uiteindelijk hetgene wat functioneel wordt. Wat je wil hebben. Dus je wil daar verbetering in. Dus eigenlijk wil je naar een chip gaan. Waar je dus selectief gecontroleerd die celfusie kan laten optreden. Je hebt trouwens ook een minder voltage nodig, want dit is gewoon een bak waar ze gewoon cellen in gooien en dan zetten ze een veld overheen en dan geven ze een superschok. Dus je hebt hoge voltages nodig en op chip is het super klein, ligt alles dicht bij elkaar. Dus dan heb je ook een lage voltage nodig, wat in principe beter is voor de cel ook. Op chip, hoe ziet dat er dan uit? Dit zijn eigenlijk gewoon allemaal kleine Pac-Man-bekkies. En daar stroom je dus hier van deze kant een vloeistof met cellen erin, door naar binnen. Wat je eerst doet is, je stuurt die B-cellen erin. Dan vervolgens komen die myeloma-cellen. Nou ja, dan heb je dus de schok om ze te laten fuseren. Dat gebeurt door deze grijze balken, dat zijn eigenlijk elektrodes. En dan uiteindelijk zou je dus een celfusie moeten krijgen. Oh, ging te snel. Nou, zo'n chip ziet er ongeveer zo uit. Het is een glasplaatje met elektrodes erop. En dit is van een materiaal dat heet PDMS. Dat lijkt een beetje op siliconen. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Hier zie je dus dat de B-cellen zijn blauw gekleurd en de myeloomcellen groen. Zo is het van dichtbij. Nou, hier kun je dus zien dat deze, dit is dus één cel met een blauwe kern. Dus dan weet je zeg maar dat er twee cellen functioneel of in ieder geval goed gefuseerd zijn. Hier zie je hetzelfde trucje, maar dan is de ene cel gekleurd en de andere niet. Dus hier zie je het fluorescente plaatje ervan. En vervolgens zie je dat er hier eentje naast komt. Terwijl die had, in oorsprong had die geen kleuring. Maar nu dus wel, dus er is ook een succesvolle fusie opgetreden. Nou, dat duurt ongeveer in deze tijdlijn, duurt ongeveer een half uur voordat je dus dat daadwerkelijk kan waarnemen. En op dit moment hebben we een percentage van succesvolle fusie van 32%. Dus dat is al heel wat meer dan de conventionele methode. Dit is een filmpje van hoe ik dat dus nu wil gaan doen. Dat is door middel van druppels. Als je hier goed kijkt, dan zie je die druppels omhoog gaan. Ik had een beetje veel koffie op die ochtend, dus vandaar dat het zo trilt. Maar je ziet dus dat die druppels moet je eigenlijk zien als reageerbuizen. Het zijn afgesloten compartimentjes waar je cellen in kan bewaren. Het gaat ook nog eens heel snel. Je genereert die druppels met ongeveer 2700 hertz. Dus dat is 2700 per seconde dat er gevormd worden. Dus dat is veel. En op die manier hopen we dus de efficiëntie uiteindelijk nog meer te verhogen. Nou, hoe willen we dat gaan doen? Dus hier een schematisch overzicht. Wat je hier ziet is dus het vangen van die cellen, dus die B-cel, die myelomacel en een druppel, vervolgens in de juiste volgorde leggen. Dan in dit gedeelte willen we die druppels laten fuseren, dat je dus twee cellen in één druppel hebt. Dan daarna moeten die cellen tegen elkaar aankomen, want anders kun je ze wel een schok geven. Als de een hier zit en de ander daar, dan gaan ze van zo lang als het leven niet fuseren. Dus er moet nog een stukje van die druppel af. En dan hier zou dan daadwerkelijk een fusie plaatsvinden. En hier moet er nog een soort controlestap in komen. Maar bij het begin beginnen. Encapsuleren van cellen. Hoe werkt dat eigenlijk? Nou, hier zie je een filmpje. Olie komt van de zijkant en water of medium met cellen van deze kant. Waarom? Medium is eigenlijk gewoon water met zouten en dat mengt niet met olie. Maar wat je hier dus ziet is dat die cellen eigenlijk gewoon totaal willekeurig voorbij komen. Dus naarmate je concentratie verhoogt of verlaagt kun je dus ongeveer bepalen volgens de normaalverdeling hoeveel cellen er in je druppel komen. Maar je ziet het hier wel, er zitten er twee in en ik wil er één. Ik wil één cel en één druppel. Nou, volgens de normale verdeling is dit ongeveer, als je een bepaalde concentratie neemt, 36% is leeg, 36% is met één en de rest heeft er meer. Dus je wil dat hetgene wat meer heeft moet omlaag en hetgene wat één heeft moet omhoog. Nou, hoe hebben we dat gedaan? We hebben een ontwerp gemaakt, het ziet er ongeveer zo uit, het is eigenlijk een spiraal. En daardoor gingen al die cellen netjes op een rijtje liggen. Dus op het moment dat ze hier passeren, en ze liggen allemaal op gelijke afstand, passeren ze met een bepaalde frequentie. Die frequentie waarmee die druppels gegenereerd worden, kun je daarop aanpassen door middel van de stroomsnelheid van het water en de olie. Daar een beetje mee te spelen kun je dus die druppelgeneratiefrequentie daarop aanpassen. Nou, dit is het ontwerp zoals het eruit zag. En dit is hoe het er in het echt uitziet. Nou, dan denk je, oké, ik zie er gezakt van, dat gaat ook vet snel nog steeds, ook al is het 100 keer vertraagd.
Maar als je het dus langzamer nog meer vertraagt, dan zie je dus dat al die cellen op een rijtje liggen. En als je het nog meer vertraagt, dan kun je dus inderdaad zien dat allemaal hier één cel en één druppel zit. Nou, dat gebeurt dus met een hele hoge frequentie. Dus per seconde heb je dus 3000 cellen die je eventueel zou kunnen gebruiken voor druppelfusie en later celfusie. Nou, dit was het plaatje wat je net zag. Zoals het nu, met deze methode is het dus nu. Dus die single cell encapsulation, dus één cel per druppel, is dus nu al maar 77%. Dus dat is best veel. Nou, dan de tweede stap, hetzelfde plaatje, maar in ieder geval, is dus om ze op een volgorde te krijgen. Nou, dan had ik dus in een nieuw ontwerp had ik dit bedacht. Ik denk, dat is mooi. Ik kan het uitleggen, maar je kunt het beter gelijk zien, want dat is leuker. Je ziet dus hier komt nu dus de olie vandaan. En hier zit dus het medium met de cellen, alhoewel in dit geval zitten er geen cellen in. Maar op het moment dat de olie hier een druppel maakt, doet hij dat daar niet. Dus op die manier worden de druppels continu om de beurt gevormd. Nou ja, dit is dus weer zwaar vertraagd en dat niet. Heb ik het met cellen gedaan? Ja. Nou, dat lukt. Ja, het is nog niet helemaal perfect, dus hier zitten er twee, hier zit er gelukkig wel één in. Maar je ziet weer, het gaat met 1600 hertz per junctie. Dus dat zijn ruim 3000 druppels per seconde. En het belangrijkste is dat we dus een paring hebben van druppels. Dus we kunnen nu die druppels met allebei verschillende celtypen kunnen we dus op volgorde leggen. En dat is wel een belangrijke stap. Nou ja, dan gaan we dus vervolgens naar, oké, die druppels liggen nu op een rijtje, dat is mooi. Dan gaan we nu kijken, kun je ze fuseren? Nou, hier gaat het, is nog steeds 100 keer vertraagd, dit is nog meer vertraagd. Nou, je ziet weer dat het 100% paring is. Deze twee puntjes, dat zijn elektrodes, daar staat een spanningsveld op. En op het moment dat de druppels daar langs gaan, dan wordt hun oppervlaktespanning wordt dusdanig verstoord door die elektrodes, met als gevolg dat ze fuseren. Je kunt het wel een beetje zien, hier zit een cel in en in die andere zit een kleurstof. En op het moment dat ze fuseren, dan zie je het een beetje ronddraaien in de druppel. Nou, dat werkt wel. Het is een 95% rendement op celfusie. Dus dat was al best wel wat, maar dit ging al een beetje langzaam, dus we wilden dat sneller doen. Maar dat kon. En toen hebben we dat, ziet hier weer hetzelfde, 100% paring, 95% fusie. Dan is er nog een stap. Dat was dus inderdaad het verkleinen van die druppel. Daar hadden we ook wat voor bedacht. Dat was lijkt een beetje op een hooivork. En wat je hier ziet is dat als er een druppel hier langskomt, dan komt hij in contact met deze vingers. En hier zit gewoon een onderdruk op, waardoor dus gedeeltes van die druppel hier naar boven gezogen worden. Maar ja, omdat die druppel dus kleiner wordt, moet hij nog steeds wel in contact blijven met die vingers. Dus daarom wordt het kanaal hier voor een korte tijd vernauwd. Er zitten ook kleine paaltjes hier, zo die rondjes. En die fungeren eigenlijk als filter. Dus op het moment dat die druppel met die cel langskomt, dat die cel in die druppel blijft en niet mee naar boven gaat, dan heb je er nog niks aan. Nou ja, dit is een beetje weer hoe het in real time eruit ziet. En hier zie je dus druppels voorbij komen met cellen erin. Kijken of ik een beetje goed kan stoppen. Nou, hier zie je dus, oké, hier zitten er meer in. Maar hier zie je het wel. Deze was eerst zo groot als die. En die is nu al een heel stuk kleiner. Ik heb uitgerekend dat we nu een druppelkrimping hebben van ongeveer 40%. Dus op het moment dat we meer van die dingen op een rijtje zetten, dan moeten we toch wel naar de 80-90% druppelkrimping gaan die we uiteindelijk nodig hebben om die cellen echt dicht tegen elkaar te krijgen. Want je ziet het hier wel. Het is mooi dat er 40% vanaf gaat, maar deze druppel is nog steeds veel te groot voor deze cel. Want nu zit hij hierheen en straks zit hij daar ook heen. Ja, dan lukt het nog niet. Dus er moet nog veel meer vanaf. Maar ja, dat is voor de toekomst dus. Dus nu, wat we al behaald hebben op dit moment, is 32% celfusie in een statisch model. Dus we moeten nu naar het dynamische model toe. Deterministie en encapsulatie van 77%. Die druppelparing, dat lukt al hartstikke goed, dus dat is mooi. En druppelfusie ook. En druppelkrimping, ja, dat moet dus nog beter. Maar dat zijn we op de goede weg. Dus wat brengt dat voor ons in de toekomst is dit ontwerp. In dit ding hier, dat is, daar komt de olie naar binnen. En dit kunnen jullie net nog misschien een beetje herkennen van de filmpjes van net. En in deze dingen, die lijken een beetje op een yin-yang symbool. Daar komt straks het medium met de cellen naar binnen. Nou, dat spiraalding dat ze half heen en weer gaat, die zorgt ervoor dat de druppels allemaal netjes op een rijtje komen te liggen. Zodat je ze dus hier op dit punt weer kan fuseren. En omdat het dus die twee T-juncties hier zorgen er dus voor dat ze netjes op volgorde komen. Vervolgens komen ze hieruit bij een paar elektrodes. En die elektrodes in de filmpjes lagen ze nog naast elkaar of aan de andere kant van het kanaal maar recht tegenover elkaar.
Maar uit experiment is gebleken zeg maar, dat die druppels, als ze door dat kanaal gaan, eigenlijk altijd een beetje schuin boven elkaar zitten. Dus op het moment dat je die elektrodes in dezelfde manier zo plaatst, dan hoop ik zeg maar, dat die fusie-efficiëntie, die druppelfusie-efficiëntie nog wat meer omhoog gaat. Nou, dan daarna inderdaad twee hooivorken naast elkaar om die druppelkrimping nog wat meer op orde te krijgen. En dan hebben we hier drie elektrodes op een rijtje. En dat is iets nieuws, daar weet ik zelf eigenlijk nog niet zo heel veel vanaf, maar mijn collega wel. Dat heet impedantie en op die manier kun je met een elektrisch signaal kun je de inhoud van een druppel bepalen. En op die manier hopen we uiteindelijk een actieve scheiding te krijgen door dat te koppelen aan een depth force. Dat is een dielectrophoresis force. Dat zijn eigenlijk ook twee elektrodes. En op het moment dat je daar spanning op zet, wordt die druppel eigenlijk afgebogen. Dus ze gaan altijd omhoog, tenzij je dit ding aanzet, dan gaan ze naar beneden. Dus als je hier wat meet, dan zeg je, ah, dat is de goede. Dan gaat dat ding aan en dan gaat hij vervolgens naar de goede uitgaan. Dus dat is wat de toekomst zal moeten laten zien of dat inderdaad allemaal werkt. Het is een heel mooi plan, maar daar gaan we dus nu hard aan werken. Dat was eigenlijk alles wat ik wilde vertellen. Dus mijn dank naar professor Albert van den Berg, mijn begeleidster Floor Wolbers en Evelien Kemna voor discussies. En Johan Bomen, Paul de Braak voor alle technische help en help met de cellen. En jullie natuurlijk voor jullie aandacht. Dankjewel. Ja. Mooi wel. Hartstikke goed. Dit blijf je hele leven lang verder doen? De komende 2,5 jaar in ieder geval. Ja, want dat is toch wel even een vraag die ik wil stellen. En je zit midden in het werk, Sine. Je zit midden in de vragen. Je bent in het werk een heleboel vragen aan het oplossen. Ja. Heb je al een soort van eindvraag van het hoofdstuk? Wat wordt het product waar ik naartoe wil werken? Wie ga ik helpen? Het antwoord te geven op zijn vraag. Hoe sta je erin? Nou ja, op dit moment wat je in dat schematische plaatje zag, het einddoel is natuurlijk om die celfusie succesvol voor elkaar te krijgen in een druppel. En daar zijn we nog niet, maar als dat zou kunnen en als dat uiteindelijk lukt, dan kun je dus met een hele hoop functionele hybridomes in een korte tijd maken. En dan kun je dus antilichamen opkweken die dus bijvoorbeeld voor wat erin stond, diagnostische test, maar bijvoorbeeld ook voor MS-patiënten, die hebben ook antilichamen nodig. Ja. Die zou daar enorm mee kunnen helpen, want die antilichamen zijn nu nog vrij duur. En met zo'n product zou de prijs daar behoorlijk van gedrukt kunnen worden. Je bent dus bezig in het proces van het drukken van de kosten van de medicijnen. Ja. En wellicht een revolutie aan het veroorzaken in de medische wereld. Ja, want het is nu zeg maar, met dit ding wat we nu hebben, zeg maar, je stopt er nu cellen in. Maar het is eigenlijk gewoon een reageerbaar, het is alleen dan een hele kleine. Dus je kunt er van alles in doen. Je kunt ook één cel erin bewaren en een stofje erbij stoppen en kijken hoe die reageert. Want nu als je onderzoekt met cellen, dan heb je gewoon een bak en er zit er heel veel in. Ja. En hier zit er maar één in. Okay. Dus het is misschien een beetje een religieuze vraag, maar wat is je droom? Voor nu is het gewoon dit ding werken te krijgen. Okay. En als me dat gelukt is, dan hoop ik weer nieuwe ideeën, nieuwe dingen gezien te hebben die ik dan misschien kan oplossen. Okay. Maar voor nu is het in ieder geval dit werken te maken. Okay.